Nu de feestdagen dichterbij komen, staat de grootste kerstboom van Suriname prachtig versierd centraal op het Onafhankelijkheidsplein. Een geliefde traditie die de kerstsfeer tot leven brengt. President Chandrika Prasad Santokhi en First Lady Melissa Santokhi Sinacheri hebben gisteravond officieel de lichten van de Enchanted Christmas Forest aangemaakt. De presidentsvrouwen herinnerden aanwezigen eraan dat kerst in het teken staat van liefde, vrede en vreugde. Maar waar start dat allemaal? Weet u waar dat allemaal start? Bij jezelf, in je eigen hart. Als je eigen hart dat heeft, dan kan je het delen. En dat is het allemaal. We moeten de liefde vooral delen met elkaar. Vreugde en bovenal vrede. Nogmaals, voor mij in ieder geval, ik ben al verwend met het carousel. Ik hoop dat jullie ook ervan kunnen genieten. En voor natuurlijk de gehele Surinaamse gemeenschap. President Santokhi is ingenomen met de prachtige transformatie van het plein, versierd met een torenhoge kerstboom en een overvloed aan lichtjes. Het grootste spektakel is georganiseerd met de bedoeling iedereen in de kerstsfeer te brengen, zodat ze de vreugde en verwondering kunnen ervaren die de lichtjes van kerstmis met zich meebrengen. Zodat het licht altijd blijft schijnen in ons hart. En dat het licht altijd mag schijnen in Suriname. En laten we vandaag ook op het plein vooraf gaan aan de kerstdagen, waar we straks het kerstlicht gaan aanmaken. Ook geloof blijven hebben in onze Schepper. En zoals ik dat altijd zeg, en dat zingen we gelukkig ook met het volkslied, dat als we ons beleid voeren, dan doen we dat met goddelijk officieman. Ga je allemaal vrolijk kerst toewensen. Geniet van het plein. En laat ook de First Lady bedanken met een warm applaus. God bless you all. Thank you. De First Lady begon 2 jaar terug met de Enchanted Forest en zegt dat het de bedoeling is deze elk jaar uit te breiden. Dit jaar is de Enchanted Christmas Forest uitgebreid met een carousel. Het versierde plein blijft tot en met 3 januari 2024 voor de gemeenschap toegankelijk.